We gaan het vandaag hebben over paragraaf 2.3. Dat gaat vooral over de woningmarkt en over kopen en huren en daar de voor- en nadelen van. Kan je nu uitleggen wat je precies moet doen op het moment dat je een huis wil kopen of huren? Nou, het komt natuurlijk voor dat er een tijd komt dat je gaat zeggen ik wil op mezelf gaan wonen. Dan heb je twee keuzes binnen de economie. Kopen van een huis of het huren van een huis. Nou, we gaan vooral nu even kijken naar het kopen van een huis. Nou, je zou natuurlijk kunnen afvragen wat zijn dan de kopen en de voor- en de nadelen van kopen en huren. Nou, een voordeel van kopen is natuurlijk dat je het zo mag maken zoals dat je dat zelf graag wil. Je mag het aanpassen, je mag het schilderen. Noem maar even op, want het is van jou, het is jouw bezit. Het voordeel van de een is ook het nadeel van de andere. Dus dat wil zeggen, op het moment dat je een huurhuis hebt, mag je dat dus niet. Nou, een ander voordeel is dat als een koophuis meer waard wordt, profiteer je daar dus zelf van. Waarom profiteer je daarvan? Het wordt gewoon meer geld waard, dus je houdt alleen meer geld over. Je koopt iets boven voor 200.000 euro en je verkoopt het voor 300.000 euro. Heb je dus 100.000 euro winst. Dat is bij een huurhuis niet zo. Nou, wat zijn dan wel de voordelen van een huurhuis? Dat je hele kleine stukjes kan betalen. Die huur is misschien 700, 800 euro per maand. Dan kan je hele kleine stukjes betalen. Bij een koophuis heb je te maken met een hypotheek. Vaak kost dat iets meer geld. Het voordeel daarvan wel is dat het jouw bezit is bij een koophuis. En dat is niet bij een huurhuis zo. Nou, een ander voordeel van een huurhuis zou bijvoorbeeld zijn dat je bijvoorbeeld op ieder moment uit kan. Je hebt dan te maken met een maand opzegtijd. Dus een tijd die wat je krijgt als het ware om eruit te gaan. Zodat de verhuurder ook een nieuwe eigenaar kan gaan zoeken voor dat pand. Nou, dat is dus een ander voordeel van huren. Dus zo kun je kijken naar wat past het beste bij je. Nou, daarnaast kun je, als je doet huren, kun je een toeslag, huurtoeslag aanvragen. En dat is dus eigenlijk, als je een te laag inkomen hebt, dat de overheid jou een beetje doet compenseren. Dus dat zij als het ware jou iets van geld terug gaan geven. Dat noemen ze een huurtoeslag. Nou, we gaan nu even inzoomen op het kopen van een huis. Nou, ik heb hier iets gemaakt, dat ga ik nu bespreken. Nou, hoe gaat dat dan? Je begint natuurlijk met het interesse. Dus je wil graag een huis gaan kopen. Nou, hoe gaat dat dan? Dan ga je naar een makelaar toe. Een makelaar is eigenlijk iemand die huizen doet verkopen. Nou, dus als jij een huis hebt om aan te bieden, ga je naar een makelaar toe. En als je graag een huis wil hebben, ga je ook naar een makelaar toe. Want dan kun je dan kijken wat hij in de aanbieding heeft. Het is niet verplicht om dat te doen, maar wel handig. Want die makelaar die heeft natuurlijk alle kennis in huis om jou daarmee te helpen. Die kan zeggen, oké, je wil graag in die regio gaan wonen voor die prijs, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, vervolgens gaat die makelaar jou advies geven en die gaat met jou misschien een bezichtiging plannen. Nou, die bezichtiging doe je waarschijnlijk samen en hij kan je dan advies geven en tips geven over dat huis. Als je dan denkt, weet je wat, ik zou graag een bod willen uitbrengen, dan kan dat natuurlijk. Bijvoorbeeld, het staat in de folder voor 300.000 euro en je wil er graag 280.000 euro voor betalen. Dan kan je daar een bod op uitbrengen. Dat is de volgende stap. Vervolgens ga je natuurlijk onderhandelen, want als jij 280.000 biedt en de vraagprijs is 300.000, ga je samen daarover bespreken wat de beste prijs is. Daar komt dan een prijs uit. Bijvoorbeeld 290.000 euro, een compromis tussen die twee prijzen. Nou, vervolgens, als het de koper en de verkoper het daarover eens zijn, teken je een voorlopig koopcontract. Het voorlopige koopcontract is dus eigenlijk een contract waarin staat, oké, ik heb het gekocht, maar er moeten nog even wat dingetjes geregeld worden. Het belangrijkste wat er geregeld moet worden is de hypotheek. En de hypotheek is eigenlijk de lening voor dat huis. Die moet je dan nog gaan regelen. Nou, daar heb je een paar weken de tijd voor. Ja, om dat inderdaad helemaal goed te doen. Maar de echte bedenktijd is 3 dagen. Dus meestal doe je dat al van tevoren. Ga je al kijken. Nou, in dat voorlopige koopcontract, daar staat dus in principe in wat je gaat kopen. Het is geen reden om te zeggen, hey, ik heb toevallig een ander huis gezien dat ik ook graag wil hebben. De enige reden dat je dat nog kan annuleren, heeft ermee te maken dat je dan niet jouw hypotheek op orde kan krijgen. Dat de bank zegt, we willen jou bijvoorbeeld niet zoveel geld lenen. Dat is de enige ontbindende voorwaarde. En die ontbindende voorwaarde, dat is als het ware de voorwaarde wat tegen je nog mag annuleren. Dus een ander huis of weet ik veel wat, is allemaal geen reden om het nog te annuleren, behalve de hypotheek die niet rondkomt. En dan heb je eigenlijk 3 dagen de tijd om dat helemaal te regelen. En dan teken je de transportakte. Nou, een akte is een document. Transportakte wil dus eigenlijk zeggen, dan word je dus eigenlijk het huis van persoon A
naar persoon B getransporteerd, als het ware. En vanaf dat moment ben je dus de eigenaar van dat huis. En dan ga je dus door die hypotheek, ga je dat als het ware terugbetalen. Nou, die hypotheek die duurt ongeveer 25 tot 30 jaar. En dan ga je dus in gelijke delen, ga je dat terugbetalen aan de bank. En na het einde van die 25 jaar, of die 30 jaar, ligt eraan wat je hebt afgesproken, ben jij dus de eigenaar van dat huis. Dus, kort gezegd, je begint met interesse. Je gaat naar de makelaar om te kijken wat hij in de aanbieding heeft. Dan ga je bezichtigen. Vervolgens, als je tevreden bent, ga je een bod uitbrengen. Dan ga je onderhandelen over de prijs. Hè? En dan vervolgens teken je het voorlopige koopcontract met de enige ontbindende voorwaarde dat je dus dan de hypotheek niet op orde krijgt. En dan teken je samen de transportakte. En vanaf dat moment is het huis eigenlijk van jou. En dan ga je terug beginnen terug te betalen aan de bank. Dat was paragraaf 2.3.